verwachtingen. Oh, stop. Koeien op de weg. Zo moet je kijken. Nee, je rijdt wel eens de bos, hè. Hey, pikken de euro. Kijk kijken, joh. Fietspad op de overbeelden. Ja, kijk uit dat je niet in de grappen rijdt. Ja. En dan lig jij hier uren per dag lig je in de jacuzzi. Naar Kees te kijken. De volgende bestemming te kijken. Ja, je hebt een grote kans dat je doorheen zakt natuurlijk. Kijk, zie je het? Waarom doe ik dit eigenlijk? Nou, hey. Oh, nee, stop. Ja, stop. Nee, ja. Ja, oh, nee, nee. We komen er weer aan. Ben klaar voor de avontuur. Op wielen of op water. Achter de roer of stuur. Wat komt er op ons pad? Wat gaan we weer beleven? Met camera in de hand. Door stad en land. Soms zit het mee. Soms zit het even tegen. Maar we komen er eens voor aan. Op de volgende bestemming. Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Nou, dat was even een schilderachtige opening, denk ik, met mooie plaatjes. Zeldzaam, hè? Zeldzaam mooie plaatjes. Ja. Winterwonderland in Nederland de afgelopen week. Enorm van genoten. We lopen hier in de polder, bij jou achter, eigenlijk de achtertuin. Ja. Te genieten. De hondjes hebben lekker rond kunnen lopen. Nou. En ik heb ook mijn schaatsen meegenomen. Maar het is even... Een beetje voorbarig, Kees, maar goed. Ja. Probeer het maar. Ja, ik ga het toch even proberen. Ik heb het nog niemand zien doen. Ik denk dat ik hem maar in die lijn moet zetten waar Trixie aan staat. Ja. Nee, moet ik even binnenhalen, Kees. Ja. Kees binnenhalen. Ja. Nou, ik ga het eerst even proberen met mijn schoentjes aan. Maar ik heb er wel goede hoop op dat het gaat lukken. Ik wil het toch even proberen, want morgen gaat het alweer dooien. Het probleem is eigenlijk een beetje, nee, dat aan de kanten is het ijs een beetje bros, zeg dat. Een beetje bros ijs, en dat komt omdat het land nog vrij warm is. Dus in het midden zou je het beste kunnen lopen. Beter dan de kant. Nee. Ja, maar dan moet je erin springen dan of zo.
Je moet toch eerst via de kant? Ja, of via zo'n bruggetje of zo. Nou, dan stap ik straks even het ijs op en misschien nog wel even een stukje schaatsen. Maar dat zie je straks aan het einde van deze vlog. Eerst gaan we kijken naar het laatste deel van het camperavontuur. We zijn in Kochem en ja, vertrekken vanuit Kochem en gaan richting Gerolstein. Ja, Gerolstein. Een hele bijzondere ontmoeting met een trouwe volgster van ons. Dus, ja, dat is de laatste zeker, Kees. De laatste van deze serie. Ja. Ja, nieuwe avonturen komen er weer aan. Het wordt weer volop genieten. Nou, kijk met ons mee en we zijn zo terug. Maak me wel een beetje zorgen op het ijs. Nee, daar gaan we niet voor. Tot zo. Tot, moet ik anders even kijken? Nou, wat ik denk dat achter zwenk je niet uit. Ja, je zwenkt wel uit, maar je komt ergens tegenaan. Was goed. Yes. Prachtig station trouwens. Hier in Kochem. Bijzondere route te pakken, we moeten de Bergstraat op. Dus goed, dus hebben we wel een mooi uitzicht zo op Kochem. Naar rechtsaf naar Bergstraat. En deze weg is bedoeld voor voertuigen niet zwaarder dan 3,5 ton. Oh ja, joh, kijk. Schiet rond. Even uitkijken, pa. Het zijn wel bonuspunten, maar laten we het maar even. Nee. Prachtige route, joh. Ja. Kijk zo, Kochem. Gaan we weer een moezel over. Geen idee of we goed rijden. Ja, het is wel een hele mooie route. Kijk hier. Hoppakee. Daar waren we net. En een mooi zicht op de Rijksburg. Foutje bedankt. We nemen dus even de verkeerde afslag en moeten weer terug door Kochem. Om zo de route weer op te pakken, de heuvels in, richting het prachtige Eifelgebied. Prachtig. Sowieso die afwisseling eventjes, dat je nu een uur langs de Boezel hebt gereden, is ook heel leuk. Maar ik voel het aan mijn oren ook dat we hoger gaan komen. Ja. Je stijgt zich toch echt wel een stuk hoor. Ja, zeker. Even wachten. Oh, stop. Koeien op de weg. Met een boerinnetje. Boerinnetje erachter. Ja, dat moet ook gebeuren, hè? Heb jij dat vroeger ook gedaan, koeien verkassen? Of, Verkampen. Of overkampen? Oh, sorry. Hoe heet het dan? Koeien verkampen. Dat heb jij ook gedaan? En bij ons in Nieuw-Lekkerland noemen ze het verbruggen. Verbruggen? Ja, maar dat komt omdat je natuurlijk allemaal bruggen hebt. Veel meer water. Als in Lopen heb je minder water. En er was verkampen van de ene kamp naar de andere kamp. En hier is over de brug naar een ander stukje land. Weet je dat ook weer? Ja. Wat een leerzame vlog. Het ziet er wel mooi windje voor ons uit, hè? Nou, het is geen straf om hier te rijden. Nee. Kijk hier, joh. Zo, het is smal hier. Het lijkt wel een fietspad. Ja. Zeker. Het is gelijk donker hier. Ja, al die bomen. Bossen, terwijl het best wel zonnig weer is op het moment. Ja. Zo hier ook weer zo'n bochtje mee kijken. Daar je rijdt was de bos, hè? Pico de Europa. Kijk joh. Dit is echt heel mooi. Ja joh. Je moet hier altijd in licht zetten. Ja? Fietspad op de overveling. Ja, kijk uit dat je niet in de zwembad kijkt. Ja. Ik moet gewoon bijna een lampje aandoen hier. Kijk hoe donker het is geworden. We hebben wel een aantal hele bijzondere wegen en weggetjes gehad deze trip. Ja. Maar deze komt ook in het lijstje hoor. Schitterend. Het is hier pikken donker. Nou, je moet kijken. Ja. Ja. Kijk uit, hè. Ja. Het is echt heel smal hier. Ja, mooi. Daar achter is het licht weer. Uit het bos. Kijk eens even. Nou, hier zou je het zomaar kunnen treffen dat je een bambi voor je auto krijgt. Ja. Ja.
Na deze spectaculaire route rijden we Gerolstein binnen. We zijn in de buurt van trouwvoorster Marielle, die hier samen met haar ouders woont. Nu nog even op zoek naar het juiste adres. Zijn 36. Ja? Kijk, hier is het. Die is het. Dit is het, ja. Toen stonden we in Gerolstein. Op een heuvel ergens. Dat was wel een hartstikke mooie route. Ja. We zijn even op zoek naar, naar Marielle. Wij hebben ook geen idee wat we aan gaan treffen. Ja, dit is een spontane actie. Ja. Maar ik heb het gevoel dat het wel goed zit. Nee, het is in ieder geval een hondenmens. Timber staat hier best. Ja, die staat hier best. Ja. Het is altijd even kijken waar je hem kan parkeren. Maar hier heeft niemand er last van. Het is ook geen hele drukke weg, dus dat scheelt. Onder is denk ik 36. Volgens mij is het hier. Hoe komen we daar? Oh, kijk. Er gaat een deur open. Goedemiddag. Nou, wat leuk dat we bij jou mogen verblijven. Leuk toch? Ik ben Kees. Hi Kees. Maar dat wist je waarschijnlijk al. Als trouwe volster van de vlogs. Oh, kijk uit, Chico. Ja. Hey, dat is Chico. Ja. En Trixie erbij. Hi Trix. Ja. En vergeet Theo niet, hè? Hi Theo. Welkom. Zo, dus dit is jullie domein hier. Dit is ons domein, ja. Ja, mijn ouders wonen op die verdieping, zeg maar. De rechtse kant? Nou, dat hele stuk. Dat loopt Jij daar? Nee. Oh. Ik woon daar nog weer onder. Oh, daar ook. Een soort kastensysteem. Ja, ik mag dus, onder in de kast. Ja, onder. Maar je ouders die wonen hier dus ook? Ja. Oké. Nou, ik ben de zorg nodig. Dus dan... Ja, nou, ik had zoiets begrepen. Ja. Dat is een heel verhaal waarschijnlijk. Zullen we niet al te diep op ingaan? Maar ik vind het wel hartstikke leuk dat we hier mogen zijn. Ik vind het ook leuk dat je er bent. Ja, nou. Wat leuker. Ja. En je hebt ook een aantal honden, heb ik begrepen. 8 stuks. Sorry? 8. 8 stuks? Ja. Ben je in een kennel? Nee. Nou, bijna ongeveer. Iedereen zegt het wel, ja. Nou, ja. Ik ben hartstikke benieuwd, joh. Ja, nou, fijn. Ik loop achter jou. Ja, ga mee. Jij verhuurt ook een appartement dus? Ja, dat is daarboven. Oh, daarboven. En daar mogen wij even blijven. Daar gaan jullie heen. Want jij zei al van, joh, er is hier een camperplaats, maar kom, de deur staat open voor jullie. Ja, veel leuker toch? Ja, dat vind ik wel. Kijk, maar warm. Oh ja, kijk, daar zijn ze. Hoi. Nou, dat is de mopshond. Trixie denkt, hebben we ook nog een ander adres? Nee. Trixie, was dat? Nou, dus dit zijn de mopshonden dan, hè? Hoi. Hoi. Ja. Kom eens even verder, kom binnen. Trixie durft niet. Trixie durft niet. Ja, die trek zijn gelost, hoor. Nee, kijk uit, Trixie. Ja, dat kan gebeuren. Ja. Kan niet weg. Nee. Nee. Oh ja, dat scheelt. Kan ze even... Nee, maar even niet lossen. Lammers. Goedendag. Oh. Kijk. Hey. Goedemiddag. Lammers, we hebben het gevonden, hè. Ik ben Kees. Hey, Lammers. Ja. Aangenaam. Ja. Ja. Voor die hoef je niet uit te kijken. Nee. Hoi, zie ik meteen. Nou, goedemiddag, moeders. Hebben we mee te maken waarschijnlijk. Ik ben Kees. En wat gezellig. Zijn Tini? Sini. Oh, ja, dat kan ik zeggen. Ja. Waar het hart van vol is, hè? Ja, als ik mis, denk ik. Zo, wat een prachtig plekje hier, Marielle. Ja, heerlijk, hè? Wat een uitzicht. Ja. Iedere dag denk ik, als ik wakker word, ik doe de gordijnen open, we zijn op vakantie. Ja, dan zie je dit. En dat is dan elke dag? 6 jaar lang al. Ja, want jullie zijn geëmigreerd naar Duitsland. Naar Duitsland. En hoe lang is dat geleden? Nou, al 20 jaar in Duitsland, maar hier al vanaf 2016, dus 6 jaar. Ja. Jij hebt best wel een lastige periode nu, heb ik begrepen, want jij bent ziek. Ja, ernstig ziek. Ja. Niet meer geneesbaar. Dus, en ik ben gewoon de hulp van mijn ouders nodig. 24/7 zorg. Daarom wonen mijn ouders hier ook. En mijn vriend die werkt voor de inkomsten. Die is vaak weg? Die is heel veel weg. Meestal 14 dagen, 3 weken. Dan komt hij een weekendje thuis. En eigenlijk vind ik het een super iets. Want dan denk ik van, ik heb mijn eigen leven. Ik maak niet zoveel mee. En voor zo'n, hij is ook nog jong. Dus dan kan ik me voorstellen dat hij wel een beetje de wereld ontdekt. Ja. Ik vind het ideaal. Ja. Ik ben ook wel op mezelf. Ik heb mijn kipjes, ik heb hondjes, ik heb heel veel vogels. Ja, ik zie het, ja. Ja. En paardjes ook nog. Maar het liefst had je ook nog wel een beetje de wijde wereld ingetrokken, maar dat zit er helaas niet meer in, heb ik begrepen. Nee, helaas. Nee, ik was heel ondernemend, heel veel gereisd. Ik heb in de modellentijd, want ik heb nog een model geweest, vroeger. Ja.
Ja, daar word je dan wel te oud voor. Toen ben ik, ja, gewoon... Maar je wilt meer zien van de wereld. Ik wel tenminste. Mm-hmm. En we hebben in 2019, toen dacht ik, dit wordt mijn laatste verre reis. Zijn we naar Azië geweest. Toen heb ik ook echt gedacht van, nou, ik reis nooit weer. Het was een hele zware reis, want ik dacht van, ach, ik wil het nog een keer. We zijn er aangekomen, maar eigenlijk heb ik alleen maar in een bad gelegen. Dus we hebben niks aan die reis gehad, maar het was leuk om daar te zijn, om een keer te zien. Maar nee, dit is het gewoon en dit zal het blijven. Want jij moet vaak in een bad liggen om minder pijn te hebben. Eigenlijk lig ik 23 uur van de 24 in een warm bad. En waar hier... Nou, ik heb hier zo'n hele mooie nieuwe jacuzzi gekregen. Ja? En ja, daar vertoef ik gewoon. Het is onvoorstelbaar voor iemand, maar daar leef ik echt in. Ik heb met daar een iPadje staan, mijn telefoon, mijn drinken. Nou, en dan denk ik van, nou, daar lig ik. En ik zit de hele dag YouTube te kijken. En helemaal met jullie natuurlijk. Ja, ja. Dat is helemaal geweldig. Ja, het is een beetje dubbel, hè? Dat je veel lol hebt aan het kijken van, naar de vlogs. Ja, het is wel dubbel, maar ik ben blij dat het er is. Ja. Als het er niet was, had ik niks. Nee. Dan ben je, ja, tv-programma's ben je ook een keer op uitgekeken. En nu heb ik elke dag, oh, die moet ik nog kijken en die moet ik nog kijken. En dan heb ik eigenlijk tijd tekort. Ja. Dus, ja. Maar ik vind het helemaal geweldig. Ja. Dus ik dacht, als Kees nou zo dichtbij is, dat kan ik niet laten gaan. Of ik reis naar hem toe, of hij moet hier maar langskomen. Ja, ja, ja. En we zijn er, ja. Nou, ik vind het hartstikke leuk om hier te zijn samen met mijn pa en de twee hondjes. Nou, leuk. En nou, dat je toch een beetje een, ja, eigenlijk een lichtpuntje hebt zo in je week misschien wel. Zeker weten. Daar teer ik maanden op, dat weet ik zeker. Echt waar? Nou, dat vind ik mooi om te horen. Dus dit is dan de plek waar jij heel wat uurtjes per dag doorbrengt? Waar ik vertoef. Ja, het is, kijk, dit is een beetje rommelig, want hier is de plek voor de honden. Dat snap je natuurlijk. Ja. Dat ligt helemaal vol met honden. Die liggen er gezellig bij dan? Ja, want die willen niet op de grond, dus dan, nou ja, dan zien ze mij en daar lig ik in. En als je in het warme bad ligt, dan heb je gewoon minder pijn? Minder pijn. Dan kan ik de dag een beetje doorgaan. Ja. Maar goed, ik ben er heel blij mee. Ik heb hem nog niet zo heel lang, nu 8 weken denk ik. En dat kwam net natuurlijk na die toestanden met die energiecrisis. Ja. Maar ja, dat is het enige wat voor mij helpt. Dus dan betalen we daar extra voor. Dat snap ik, ja. Dat is het wel waard. Dat is het zeker. Ja. En nou ja, ik stook natuurlijk binnen niet, want daar leef ik toch niet. Dus dan kan ik hier eens stoken. Nee. Maar slaap jij niet dan? Nee, nou ja, 10 minuutjes, kwartiertje, soms een half uur. En dan bij elkaar zo'n beetje over de dag verdeeld. Dus een uur is maximaal wat ik op een nacht maak. Maar ja, of ik dobbel een beetje weg zo in dat water. Mm-hmm. Kijk, daar gaat het, joh. Daar gaat het. En dan lig jij hier uren per dag lig je in de jacuzzi. Naar Kees te kijken. De volgende bestemming te kijken. Ja, naar jullie verhalen. Oh, het is wat. Ja, het liefst had je die verhalen zelf ook nog meegemaakt. Hè? Zeker weten. Oh, heerlijk leek me dat. Lopen door de bergen en zo. In het begin deed ik dat hier nog een beetje rondlopen. Maar ik kom nou niet verder dan de straathoek. Dus dat heb ik opgegeven. Maar Mariel, je hebt ook nog voor televisie gewerkt, toch? We zijn ooit nog collega's geweest. Ook dat nog, ja. Jij hield mij daaraan herinneren. Ik moet zeggen, het is een tijdje geleden, 2005 of zo, geloof ik. Ja, 2005, 2006. Ja. Ah, voor Hart van Nederland en Shownieuws. Ja. Deed jij productie. En daar kende jij mij een beetje van, hè? Nou, ik heb daar nooit bij stilgestaan. Totdat ik jouw vlog zag. Ik denk, hé, maar dat is Kees. Die ken ik natuurlijk. Die rare snuiter, die ken ik. Ja. Nou. Dus ja, toen ging ik jou volgen dat je daar naar... Zweden ging. Ja, ja, ja. Ja, met de Kajemper. Ja. Ja. Geweldig gewoon. Dat, en zoiets is ook echt wat voor mij. Ik ging toen ik nog gezond was, zeg maar. Toen ik was 17 jaar, toen ging ik een Goldwing 1500 heb ik toen gekocht. Ja. En ik trok gewoon met mijn 17 jaar alleen. Met zo'n 1500. naar Frankrijk. Dat helemaal geen rijbewijs, niks. Dat kon toen ook nog, hè. Ja. En ik ging gewoon echt alleen op vakantie. Dat heb ik jaren gedaan met die Goldwing. Heel stoer.
Dus ik dacht gewoon, leuk. En dan zie ik jou zulke dingen doen. Dus ik dacht van, hé, grappig. Ja, die ga ik volgen. Ja. Dus dit is het appartementje waar we kunnen verblijven vannacht. Ja, welkom. Gezellig hoor. Welkom. Welkom in Duitsland. Zo, dat is een flink stilpje. Hey. Oh ja, kijk, nou, dat is belangrijk. Dat is belangrijk. Hey, jongen, dit is toch veel te groot voor ons allemaal, voor onze met z'n viertjes. Nou, voor vier personen is genoeg. Ja, vier personen, maar ja, twee. Ja, maar goed, op bank is groot, zat voor twee mensen en twee hondjes. Super, echt geweldig. En het uitzicht is ook mega. Het uitzicht is mooi. Ja. Zo, nou, hier kunnen we morgenochtend wel even lekker ontbijtje pakken. Nou, dit is dan de eerste nacht dat wij niet in de camper overnachten. En de laatste nacht. En de laatste nacht. Ja, ik vind het ook wel weer leuk om deze afgevinkt te hebben. Dus, leuk. Hier gaan wij ons wel vermaken. Straks gaan we even een hapje eten. Dat gaan we doen. Hè? Lekker, heb ik zin in. Ja, nou, ik ook. Dat is al heel lang geleden dat ik uit eten ben geweest. Ja? Ik had niet eens heuvel. Nou, dan maken we gewoon een feestje van, Marianne. Dat gaan we doen. Toch? Ja. Marielle? Ja? Ik zie hier een heel verwend pakket. Hey, je moet je gasten goed verwelkomen, toch? Nou, dat is wel gelukt. Nee. Kijk toch eens, joh. Doe je dat voor iedereen die hier de kamer boekt? Ja? Ja, voor iedereen. Oh. Pa, dat is even anders wakker worden dan in de VB0 ja. Nog een jaar. Ja, ja, zeer comfortabel. Ja. En we zijn wel hartstikke goed verzorgd gisteravond. We hebben lekker gegeten. Ja. Bij de, wat was het? Bij de Balkan. Bij de Balkan. Het plaatselijke restaurant hier. Ja, ja. Nou, er zijn er genoeg, Kees. Ja, nee, dat is... Ja, dus we waren er ook bij. Dus dat was hartstikke leuk. Dat was een hele gezellige avond, hè? Ja, en nou, dus nee, dat kennen eigenlijk niet beter. Ik dus... heb jou een avondje even achtergelaten hier. Ja. Huilend in het appartement. Waar is Kees nu? Maar ik had gelukkig twee hondjes bij me. Ja. En die hebben me ondersteund, dus dat is prima. Ja. Ja, want ik heb uiteindelijk, wat is het, tot 2:30 s'nachts in de jacuzzi gezeten. Ja. Bij jou gezellig. Nou, dat is gezellig. Ja, ja. Ik mocht wat anders. Waarom mocht ik er niet bij dan? Ik heb veel te veel met jou gedaan de afgelopen tijd. Nee. Morgen ga ik weer vanavond ga ik weer met jou wat. Nee, dus, het was voor mij, en die jacuzzi was ook geweldig, want normaal zit ik alleen. Ja. En nu had ik raad. Er zit in één keer die rare snuiter ernaast. Ja. Nou, ik vind het ook knap dat je zo positief bent. Je lacht nog en je hebt toch ook, je zal ook wel eens je dieptepuntjes hebben, maar toch hou je het vol. En het is wel fijn dat je ouders hier zijn natuurlijk. Ja, nou, zonder hun had het. Ja, dan zou het niet gaan. Nee. Ja, wij gaan er vandoor. Nogmaals, super bedankt voor de gastvrijheid, hè? En een goede reis terug. Het gaat je goed, dankjewel. Het was leuk dat jullie er waren. Joe, hoi. Doei. Dank je. Kijk eens aan, hij staat er nog. Helemaal klaar voor de laatste kilometers. Ja, zeker. Het is een 3,5 uurtje reis of zo, geloof ik, hè? Ja, zoiets. Laatste stukje. Maar we gaan niet te veel binnendoor nog. Ja, een klein stukje tot proem. Het is dus niet warm, maar dat zal te worden. Dat denk ik ook, ja. Nou, we zitten weer klaar. Ja. In de VW0 op PH voor de laatste kilometers deze reis. Ja, zeker. Ik vond het sowieso een hele bijzondere reis. Nou. We hebben weer heel veel gave dingen meegemaakt samen. Ja.
met de twee hondjes. Zeker. En ik vond dit ook heel bijzonder, de kennismaking met Marielle. Wat een bijzondere vrouw. Nou hè. Wat een bijzonder verhaal. Ja. En ja, echt een stoer wijf om het zo te zeggen. Dat als je zo ziek bent, ja. Ze heeft dus eierstokkanker al heel lang. Heel veel chemo's achter de rug en ellende. En ja, vind ik het heel mooi dat zij zo in het leven staat. En dat ze, ja, klinkt gek, maar door zulke soort vlogjes als die wij maken. Ja, daar geniet ze van. Ja. Ze heeft een hartstikke klein wereldje. En dat is natuurlijk heel triest, zeker als je zo jong bent. Maar ja, vind ik het ook wel mooi dat, dat we het een beetje daarvoor doen. Dat we mensen mee op avonturen nemen. En dat hebben we deze reis ook weer gedaan natuurlijk. Mij aan de lijn vast? Nou, zometeen als hij gaat schaatsen. Nu kun je hem vasthouden aan het houtwerk. Dat is wel een mooie nieuwe brug, hebben ze gemaakt. Ja, mag wat kost die? Nou. Kijk, zie je? Nou, hé. Kijk. Is lang niet gek. Ja. Ja. En naar de midden toe is het alleen maar sterker. Ja. Wat een link hoor. Zo? Nou ja. Kon het niet eens kraken? Nee. Zo spiegelglad ijs. Ja, het is mooi. Als je niet op de zwarte gaat dan verderop, weet je wel, dat is geen sterk ijs. Nee. Maar oh. Ja, grote scheuren. Ja joh. Oh. Nou, ik denk niet dat het heel handig is. Ja, nee, het is ook niet handig. Nee. Dat zei ik toch al. Ja, je hebt een grote kans dat je doorheen zakt natuurlijk. Als het nou die lijn... Speciaal mijn schaats mee. Ja, nou trek ze eens aan. Er is nog met een excuus erbij, want we hebben hier een schaats... Ja, ik zie het. ...beschermer van Ella van Delen. Ja. Die hebben we ooit een keer per ongeluk meegenomen. Ja, misschien... Jaren geleden. Dus mocht Ella van Delen nog haar... beschermers terug willen hebben... beschermer zoeken... Moet ze daarin die opkomen halen. Ja. Ja. Stuur even een mailtje. Trix. Trix is weer niet blij hoor. Sta je in een paal hè? Ja, sta je weer vast. Ja, maar hier loop ik weg. Ja. Mag ze niet los, Kees? Maar is dit... nee, laten we niet doen. Ja. Is dit heel handig? Vlak voordat we naar Spanje vertrekken? Nee, het is niet handig. Straks zit ik op het dashboard, maar ik heb ze bij. Ja, maar nu ben je zover. Het is niet handig. Maar dan ga je er helemaal niet moeten beginnen. Maar nu je zover bent, dan moet je het maar gewoon even proberen. Ja, maar jij wil lachen. Het is echt heel lang geleden dat ik schaatsen. Kijk, zie je het? Waarom doe ik dit eigenlijk? Nou, hey. Oh, nee, stop. Ja, stop. Nee, ja. Ja. Oh, nee. Ik denk dat het wel meevalt, Kees. Nou, nee joh. Ga naar de overkant, Kees. Ja. Laat je uitglijden naar de overkant, dan ga je daar op de kant zitten. Oeh. Oh. Nee, niet daar, Kees, daar verderop. Maar, deze kant op komen. Joh, het gaat overal mis. Nou, we gaan maar richting de brug.
In het midden is voor mij toch sterk door het ijs. Het krakertijs, dat gaat niet doorheen. Dat brosijs, dat gaat in één keer dwars doorheen. Nou ja, kom maar terug dan. Overal waar ik geschaatst heb, zijn scheuren. Ja, maar je moet zo meteen naar links gaan, zeg maar. Maar ik heb wel even wat geschaatst. En die vaart op? Nee, je kan zo meteen hartstikke mooie schaatsen van hier links. Nou. Gaat wel goed. Even stoppen. Waarom doet dit? Don't try this at home. Maar ja, wat kan er gebeuren? Het is... Nou, hoe Hollands wil je het hebben allemaal? Schaatsen. Ik zie daar de hondjes. Lekker rennen, ganzen om me heen. Krakend ijs onder mijn ijzers. Het begint wel steeds meer te kraken trouwens hier. Misschien moet ik toch maar... Ja, daar moet je niet komen, nee. Oh, nee. Nou ja, wakker is een groot woord. Nou, nu moet ik nog even van de kant zien te komen. Ja, dat is daar, dat is eng. Daar zit het probleem. Nou, zo. Ja, ik, zie je het? Ik heb het wel overleefd. Maar jij hebt een behoorlijk afstand afgelegd nu, hoor. Zeker. Voor jou doen altijd. Ik heb mijn jasje open gedaan. Kijk, ik ben geen aardschenk. Nee. Of zoiets. Ik ben toch al zo meteen waar. Ja, daarom. Nou, ik ga toch nog even een rondje doen. Ga de vlog afsluiten vanaf hier. Kijk, toch is de aardig sterk. En trouwens, mocht je nog een leuk kerstcadeautje zoeken, ga naar devloggendebestemming.nl/winkel. Chicootjes, hoodies, lekkere warme hoodies. Tja. Ja, nou, het kraakt wel, maar het gaat goed. Ja, ja. Tot de volgende bestemming! Ja. Doei.